Hallo allemaal, het is dinsdag 31 maart 2020, 1 minuut voor 1:30 hier op Liefside. En dan nu het nieuws van vandaag. Vandaag hebben we een bezoeker op de kampeerplek. Ik hoop dat het hele eiland meehelpt onze gast een warm welkom te geven. En ik heb geweldig nieuws. De kleermakerij van de zusjes Ebo gaat vandaag open op Liefside. De kleermakerij heeft allerlei modieuze artikelen te koop, plus een galerie voor eigen ontwerpen. Dit is een uitgelegen kans om je stijl eens aan te passen en eigen trends op Liefside te starten. Natuurlijk houden wij ook een ceremonie om dit geweldige nieuws te vieren. Als je wilt meedoen en tijd hebt, meld je dan bij de Tomnook, bij de servicebalie. Zo, en dan ga ik nu verder aan het werk om jullie te ondersteunen bij het genot van dit prachtige eiland. Nou, fijn. Goh, mijn telefoon gaat. Het zal dus niet. Ja, ik weet het. Ik heb knikkels, dat is ondertussen daily routine. Goedemiddag allemaal en wel. Ja, ze niet. Wait for it. Oké. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe daily update van Liefside. Animal Crossing New Horizons. We zijn verhuisd, zoals dat we gisteren hebben gezegd, dat we verhuisd zijn. En hier zitten we nu in ons nederige stoopje. Het is hier een beetje kalig. Ik mis al mijn meubels. Onze brug, die is ook af, dus we hebben weer een dubbele ceremonie. Nou vraag ik maar wel af. Is mijn huis hetzelfde gebleven? Vind ik wel belangrijk. Belangrijk om te weten. Nou, de interieur is exact hetzelfde gebleven als zoals ik het achter heb gelaten. Ik heb een paar nieuwe aanpassingen gemaakt. Die wil ik jullie zeker laten zien, omdat ik er een beetje trots op ben. Eerste aanpas, de keuken. De keuken die heb ik een beetje meer old school, een beetje fashion gemaakt met de groene muur. Ik vond de lava vulkaan dinges eromheen, dat was wel grappig. Maar de keuken die heb ik een beetje aangepast met de materialen die we nu hebben. Ik hoop nog wat meer tafels en aanrechts kunnen maken. Maar ja, daar moeten we nog heel rustig op wachten. Verder wat ik jullie zeker heel graag wil laten zien. Ik heb een bamboekamer gemaakt. En daar ben ik echt wel een beetje trots op hoe dat de bamboekamer is geworden. Dit is de bamboekamer. Ik vind hem echt gaaf. Ik hoop echt dat ik nog een keertje een bamboestoel of iets zou kunnen maken of iets. Maar ik heb gewoon zelfs een put in mijn huis, jongens. Is niet creepy of zo. Maar goed, in ieder geval, dat wou ik jullie dus heel eventjes zekers laten zien. Ik denk dat is wel heel erg leuk om te weten. Volgens mij heb ik nog stuff van de vorige keer, van gisteren in mijn inventory. Ja, dan moet ik nog even verkopen. Dus ik zie jullie zo terug en dan gaan we gelijk naar de mail en dan gaan we naar Tomnook. Waarom ook niet? Of we gaan kijken wat? Er is te veel te doen. Ik zie jullie zo. Hallo Esther, hallo Sahin, hallo vuurengeltje. Leuk dat jullie erbij zijn en mensen die nog niet in de chat hebben gesproken, ook welkom. Ik moet echt gaan wennen aan mijn nieuwe locatie, jongens. You've been bamboozled! Nice. Gemiste kans voor mij, ja. Nou, we zullen heel eventjes deze dingen verkopen en ik zit echt te denken, waar moet ik beginnen, joh? Vuilnis, garbage items, die wil ik eigenlijk wel bewaren in verband met ik nog het een en ander mee craften. Ja, die mag ook wel, ik heb meer als genoeg medicijn, dus dat is allemaal niet nodig. Ja, dat is alles. Ja, de morphling, dus die hadden we vandaag best veel. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om tot we die zoveel hadden. Goed, nou, in ieder geval, we zijn weer hier terug. Nou, eventjes mijn inventory snel gekleerd. En zoals dat jullie zien, we hebben 45.000 bells ondertussen. Eens eventjes kijken. We hebben een brief van Gulliver, want ja, gisteren
Ik weet niet of jullie daar, ik weet niet hoeveel reacties achter hebben gelaten. Gulliver heb ik offscreen gedaan, want hij zei exact hetzelfde als de vorige keer. En ja, we hebben hem open. Zoals altijd. Goed. Ahoy daar, Stevie. Dankzij jouw hulp ben ik weer bij mijn bemanning. Ze maakt er een grote show van door met hun ogen te rollen. Is dezelfde brief als die de vorige keer stuurde. Hopelijk niet hetzelfde cadeau, want echt serieus, ik hoef niet weer een paardenstaart. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat heb je voor ons? Een Schotse baret. Juist. Ik denk dat er wel een keertje een leuke kledingcombinatie voor te maken is. Ondertussen, de items die ik heb besteld bij de Nook, dingen die zijn ook binnengekomen. En, niet te vergeten, we hebben een brief van Super Mario 200. Beste Stevie, bedankt voor de mooie sterrenkaart. Van Super Mario Play 200. Hoezee, zal ik maar zeggen. Ja, er zit wel een leuk grapje achter. Namelijk van Eddie Ingsley. Hij baalde al zo stekker dat hij zijn zijn wereld eigenlijk een beetje had een misspelling had gemaakt. Best wel zuur eigenlijk. Goed, ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat is dit deuntje? We hebben gisteren heel erg verloren gehad. We lopen als eerste naar de campingsite. Waarom ook niet? Ik ben zeker nieuwsgierig naar de campingsite. Dus daar gaan we nou als eerste naartoe. Hallo, pauwvlinder. Sorry. Maar goed, in ieder geval, we hebben gisteren dus heel erg veel lol gehad. We hebben zelfs een stoelendans gedaan. Laten we zelf even kijken wie er trouwens... Ik ben heel nieuwsgierig. Wie is er op kamp? Of... Kom gewoon binnen, hoor. Kom gewoon binnenvallen. De kaas? Wat voor stem ga ik jou geven? Ik zit echt te denken. Buongiorno, dat is Engels voor hoi hoi. Ik ben Cheddar. Wat een genoegen dat ik terecht als eerste deze kampeerplek mag gebruiken. Jij woont op dit eiland. Niet soms. Ja, dat dacht ik al. Andere doorgronden is mijn sterke punt. Ik zie zelfs dat jij het echt leuk gaat vinden dat ik er ben. Jeez, dit eiland is fantastisch. Wat het zo geweldig maakt, nou, ik ben blij dat ik mezelf dat afvraag. Onder andere over heerlijke kerst en de ruimte dat er was voor de vrije kunsten. Ik zou haast overwegen om hier alheen te komen verhuizen. Nou ja, aan de andere kant dan hebben we kaas op het eiland. Nou, moet je doen dan. Wauw, wat een eer. Een uitnodiging voor een exclusief eiland met een speciale service voor bekendheden. Alleen één dingetje. Ik wil niet de enige zijn die service gebruikt. Kun je bij de VIP-manager het eiland informeren of gewoon een luier ook van gebruik mogen maken? Zal ik doen. Guten Tag. Dat is Turks voor. Mijn lot ligt in jouw handen. Echt serieus, als iemand een school... Ik ga hem een schoolbank sturen als hij hier komt wonen. Ja, we moeten kaas hebben! Roro... Ah... Eens even kijken. Haha, dat zou geinig zijn. Dit is echt de perfecte stem. Oh, vind je hem echt de perfecte stem? Mooi. Ach, uitmuntend. Dankjewel, Double Fresh, dat je mijn stem zo geweldig vindt. Wist je dat ik ook echt een fantastisch... Ik ben ook echt een fantastisch... Ja. In ieder geval, hoi Annek. Hoi, hoi, hey, hey, hoi, hoi. Goed, nou, even weer terug voor YouTube. YouTube, we hebben dus gisteren heel erg veel lol gehad. We hebben namelijk een spelletje gedaan... namelijk de stoelendans. En daar heb ik dus een speciaal plekje voor gemaakt.
Sorry. Hé, hey Bonnie. Oh, sorry Bonnie, dat wou ik echt niet doen. Oh, sorry. Waarom noem ik je weer Bonnie? Je bent Jij heet Coco. Echt, ik heb je een nickname gegeven. Sorry, ik kan er niks aan doen. Blij dat ik je tref, boejoing. Oi. Heerlijk zo'n heldere dag. Waarom ik de was lekker buiten kan hangen. Ja, dat heb ik ook gedaan. Naar mijn verhuizing. Ik ben verhuisd. Wist je dat? Ik ben verhuisd. Ik heb niet verteld, maar ik ben verhuisd. Just saying. In ieder geval, hier hebben we dus een stoelendans gedaan. Daar hebben we dus de muziek, maar dat werkte niet heel erg goed. Dus moesten hier rondjes omheen lopen. En als ik stopte met spelen, moesten ze dan zo snel mogelijk op de stoel gaan zitten. Dat lijkt best wel grappig. Waarom heb je Pikachu gekidnapt? Omdat Let's Go Eevee beter is. Maar goed, in ieder geval, dat is het dus. Ja, buiten de daily routine van... Volgens mij zit onze eerste geldboompje van... Durf ik het? Nog steeds een 1000 klingelboom. Ik dacht dat we vandaag juist de... andere boom zouden hebben nu. Oké, dat maakt niet uit. In ieder geval, we nemen het raam maar gelijk mee. We nemen het gelijk op de schop, waarom ook niet. Maar ik wil nu zeker heel eventjes gaan kijken bij de Able Sisters. Want, een nieuwe shop, nieuwe kansen, toch? En, oh ja, we hebben weer vallende sterren. Ik neem dit gelijk even mee. We hebben ook weer vallende sterren gehad, dus sterren dingen zullen ook wel op ons eiland liggen. Een fossiel. Ah, één ding is zeker, jongens. Fruit is er weer genoeg te vinden. Oké, daar ligt onze volgende moneyboom. Ik heb het pijn om te weten. We hebben zulke mooie brug, hè. Dat maakt het helemaal mooi af. Ik zo'n kersenboom naast de ebel. Ik denk dat ik deze boom gewoon een stapje terug zet en dan hiernaast zet. Ik denk dat dat een stukje mooier is. Ik denk dat dat heel mooi gaat worden. Maar goed, zusjes Ebel. Zijn we Ebel om naar binnen te komen? Ja, dat is namelijk Japans. Hallo daar, welkom bij de zusjes Ebel, waar we mode verkopen die je prikkelt. Badam. Daar heb je de prima plekkenvinder Stevie. Bedankt dat je zo'n mooie locatie hebt uitgezocht. We hebben besloten om onze channel op Greensite en hier onze kleding en accessoires te verkopen. Ik zal je even vertellen wat je in ons winkeltje kan vinden. Bij binnenkomst zie je gelijk onze aanbevolen artikelen hier in het midden. We veranderen elke dag het aanbod, dus het loont om dagelijks langs te komen. Links vind je onze paspoppen, ze zijn aangekleed met outfits die we aanbevelen voor dit seizoen. En van tijd tot tijd stallen we nieuwe outfits uit. Al zou dat niet dagelijks zijn. Hopelijk haal je hier inspiratie uit. Als de paspoppen iets dragen wat je graag zou willen kopen, dan zeg je het maar. Bij de wand achterin vind je eigen ontwerpen van onze klanten. We hangen die van jou graag tussen natuurlijk. En als je er een paar van wilt hebben, ze zijn gratis. Naast de eigen ontwerpen staat het ontwerpuitwisselpunt. Ook wel AUP genoemd. Daar bestel je eigen ontwerpen van ontwerpers over de hele wereld en deel je je eigen ontwerpen. Tot slot wil ik het over de paskamer hebben. Die vind je rechts achterin. Daar kun je alles passen wat er te koop is. In alle kleurvarianten. Omdat we niet alles in de winkel kunnen leggen, vind je er ook de artikelen waar geen ruimte voor is. De paskamer is een uitkomst. Een fantastische manier om te zien of je outfit echt zo goed staat als je denkt. Ah, dat was het wel. Zodra ik over ons winkeltje begin te praten, ben ik niet te stoppen. We zijn elke dag geopend van 9 tot 9. We hopen je vaak te zien. Oké, van 9 tot 9. Dat is op zich best wel een decent tijd. Wie ben jij? Sorry, even bezig. Hoi teddybeertje. Jongens, Nou, kijk hier nou. Een auto, ik vind deze vind ik gaaf. Een kelderchilet. Die kost 1500 klingels. Wil je het kopen? Ik wacht er nog wel even mee. Ik wil wel eventjes kijken. Heel rustig. Wat is dat voor een broek? Een driekwart joggingsbroek. Dat is een leuke doodje weer voor Tank. Oh, joepie, we kunnen als matroos, maar ik vind deze zonnebril... Deze zonnebril roept mij. Een pilotenzonnebril. Ja, die roept mij. Oké, ik wil hem hebben. Ik wil hem aantrekken. Ik kan er niks aan doen.
Oh, dat past zo perfect bij deze outfit. Oh, alsof dat het ervoor gemaakt is. Oh, het zeelegoedje. Nou. Ja, de matrozenpet. Ah, daar kunnen we wel wat leuks mee doen. En deze die koop ik toch ook maar. Waarom ook niet? Hiervan vind ik eigenlijk helemaal niks moois. Sorry. Laten we zullen even kijken wat er in de kleedkamer, de paskamer. Eens even kijken wat ze hierin hebben. Oh, hier zie je dus inderdaad alles. Ik kun je dus echt alles zien wat ze dus vandaag hebben. Ze hebben dus ook verschillende kleuren van. Ah ja, ik wou sowieso de zwarte wou ik hebben. Dus daar heb ik geen problemen mee. Dus kijk nou toch eens, we kunnen een dansrokje. Oh, een dansrokje. Ja, we hadden nog wat meer, misschien meer variatie in knalgele broek. Ja! Waarom ook niet? Oh mijn god. Ik wil het. Kunnen we rond gaan lopen in een kort broekie? Veiligheidshelm. Ja, wil ik ook. Oh jongens, dit gaat een heel duur geintje worden. Verschillende brillen. Nou ja, ik heb mijn eigen bril natuurlijk. En oh, hier heb je de pila. Oh, je kunt hem ook helemaal in het donker pakken. Ziet hij eruit? Nee, dan vind ik die andere mooier die we hebben. We kunnen panties kopen. Oh, we kunnen zelfs rondlopen met een snottenbel. We kunnen rondlopen met een snottenbel. I love it. Sneaker sokken. Wel heel erg sneaky. Vooruit dan. Ik wou wel een paar eigenlijk andere kleuren hebben. Want tot nu toe hebben we alleen maar blauwe en rode schoenen. Dus ietsje zwarte schoenen bijvoorbeeld. Dat zal wel netjes zijn. En lage sneakers zwart. Kijk, oh, er is zoveel opties jongens. Regenlaarzen. Ik denk dat we het hierbij houden. Ja, graag. Nee, we hoeven het niet... we houden deze outfit vandaag aan. Stevie, snuit je neus. Oh, geweldig dit. Goed, ik hou eventjes deze outfit voor vandaag aan. Ik moet zeggen, ik vind deze shop nu al geweldig. I love it. Goed. Nou, dat zijn eigenlijk dus een beetje de nieuwe dingen van vandaag. Ja, oké. Okay, ik hoop jullie ook wel snel graag weer te zien. Dus, maar goed. Onze kaasvriend. Ik ben zijn naam nu al vergeten. Zo erg boeiend vind ik hem. Hoe heette die nou ook alweer? Daar waar je begint is dat jochie met de snottenbel die de hele tijd aan het jagen. Ja. Dat doet hij inderdaad aan denken. Nou, de geziende tijden, daarom heb ik het expres nou eventjes gepakt. Dus ik weet, het is heel flauw voor mij, maar... We moeten sowieso nog langs City Hall. Cheddar, ja, hij heet de cheddar. Gewoon aan kaas denken, dan denk je aan cheddar. Cheddar cheese. Mm. Maar willen we... Jeetje zeg, wat is het met zoveel pauwvlinders vandaag? Hoi Tammy. De eerste keer dat we hier buiten tegenkomen. Poesie, ga je vrolijk de dag door, weet je dat? Nou, op sommige dagen ben ik niet te houden en doe ik wat ik wil. Zoals een dutje doen, weet je. Interessant, Tammy. Interessant. Dus ja, kijk maar heel goed weg. Kijk maar heel goed weg. Schaam je, Tammy. Schaam je. Weet ik voor wat voor, maar schaam je. Oké, ja, ik denk... We gaan gewoon even langs City Hall. We gaan gewoon even... Is er een memo-board? Ja, ik heb een mysterie heb ik opgelost. Dan weet ik het allemaal nog mee. We moeten onze meubels trouwens nog ophalen bij onze oude woonplek. Want als we nou naar onze oude woonplek gaan... Ik mis het. Oh, ik heb hier zoveel op te halen. En
andere kant, we zouden wel wat kunnen laten staan als monument. En als hij dus een huis komt, dat hij dan al een heel groot optrekje heeft. Maar Cheddar komt hier niet te wonen. Ik heb bijna de neiging inderdaad om. Maar goed, we gaan naar City Hall. Sorry, maat, makker, gast. Genoekie. Ah, Stevie, hallo, hallo. Isabelle zei het al in de uitzending vandaag, maar... Vandaag hebben we onze eerste gast op het kampeerplek. Stevie, als je tijd hebt, of zelfs als je geen tijd hebt, maak dan tijd en praat met onze gast. En als je de kans vindt, vraag onze gast dan ook om naar Leafside te verhuizen. Hij wil hier wonen. Wat? Echt, Stevie? Het is je gelukt? En zo snel al? Ik had niet echt een keus. Dat betekent dat we snel moeten zijn. Onze volgende stap is... Een nieuw huis bouwen. Ja, oké, Stevie. Omdat jij de bezoeker hebt overgehaald, mag jij de locatie voor de nieuwe woning uitzoeken. Ik heb het best druk, maar... Oké. Bedankt, Stevie. Ik wist dat je het meer kwart zou gaan. Aangezien dat je geen keus hebt hier. Jij hebt een huisbouwpakket nodig om de grond af te zetten voor het huis. Ik zal je het eventjes geven. Het zit nu bij de rest van je spullen. Zoek een goede plek uit om te, voor een huis en kom dan hier terug. Oké, veel succes. Ja, ja. Dus we hebben Cheddar, onze... Ik heb geen flauw idee wat voor taal dat hij eigenlijk allemaal uitspreekt. Maar waar gaan we Cheddar plaatsen? Tijd om de map er even bij te halen, jongens. Op zich zou hij aan de andere kant van het eiland wel een beetje kunnen wonen, weet je wel. We kunnen hem dus zeg maar aan de linkerkant vlakbij bij de beach hebben. Maar ik denk dat rechts eigenlijk ook best wel een goede plek is. Gewoon over de brug en dan een beetje aan de rechterkant. Nee, ik wil Cheddar niet op mijn oude plek. Nee, Esther. Nee! Maar is jouw titel gebaseerd op Mabel? Omdat hij een shop op jouw eiland aan het maken is. En als hij klaar is, jij able bent om spullen daar te kopen. Ja, daarom is de titel daarvoor. Dus, ik zit te denken een beetje hier aan de rechterzijde. Gewoon aan de rechterzijde van Tammy. Weet je wel, over de rivier, ergens daar zo. Wauw, tentrum. Nee! Ik denk dat dat best wel een mooi plekje is. Of hij zou de eerste zijn die inderdaad op de heuvel woont. Weet je wat, we gaan gewoon heel eventjes kijken. We gaan gewoon eventjes de rechterkant van het eiland af. En dan gaan we ook eventjes over de heuvel heen kijken. Waar gaan we Cheddar neerzetten? We hebben Cheddar eigenlijk best wel een bekakte stem gegeven, hè? Dat moeten we natuurlijk wel een beetje zo houden. Want hij is dus zeer befaamd met de talen die hij spreekt. Nou, trouwens, we kunnen deze alvast even gelijk opnemen. Ik bedoel, waarom ook niet? Het is niet dat ik er nog een keer 99.000 in ga gooien of zo. Oh. Hey, Awesome Luxury, welkom. En hi, Dutch. Noordoost tussen de rotsen. Nou, we gaan gewoon heel eventjes kijken wat we hier dus... Want we hebben hier een hele bomenpretpark, dus er zouden een paar bomen natuurlijk weg moeten gaan. Vanaf hier vind ik het altijd een beetje dicht wonen bij Agent S. Die houdt natuurlijk ook wel een beetje van zijn privacy, hè. Dus daar gaan we hem niet meer lastig vallen. Ster. Ik vind onze art fragment vind ik zo mooi daar. Mooi. Ik bedoel, we moeten natuurlijk lopen zonder tools te gebruiken. Dus laten we heel eventjes gewoon hier even verder kijken. Gaan we gewoon hier boven de heuvel even op. Hey Bonnie. Ik noem je weer Bonnie. Het is Coco. Het is Pet Stoute Stevie.
Ben je een wandeling aan het maken? Nou Coco, het punt is, ik ben aan het zoeken waar dat wij cheddar gaan plaatsen. Heb jij ideeën? Je hebt een donut in je hand. Ben je jaloers? Ik denk eerst op de heuvel, weet je wel, dat dat niet echt zo verkeerd is. Maar ja, op de heuvel, nou ja, hier zou een mooi huisje kunnen zijn. Alleen, dit is Apple Garden. Nee. Hij blijft van mijn appels af. Nou, we zouden hem hierboven kunnen plaatsen en dan hier nou ook onze volgende ladder neer kunnen zetten. Maar we zouden hem ook gewoon hier kunnen plaatsen. Tot we gewoon plak... Oh, kijk nou toch eens, dit staat in bloei. Zou dit gecensureerd moeten worden? Nou. Ik denk op zich dat als ik hem hier zou plaatsen, dan ja. Cheddar die bij de peaches zit. Erg peachy. Cheddar bij peaches plaatsen. Ja, maar we hebben niks te Luister, we hebben alleen maar fruitsoorten. We hebben peaches. We hebben cherries. We hebben appels. We hebben peren. En we hebben... sinaasappels. Dus er is geen kaas. Ja, kokosnoten, maar die zijn op het strand. Ik denk dat dit wel op zich een leuke plek is. Deze twee bomen even weghalen en dan gewoon hier een huis maken. En dan weten we zeker dat hij niet omkomt van honger. Oké, weet je wat? We gaan het gewoon even voorstellen. Ik ga eerst eventjes deze bomen even checken, even snel. Ik bedoel, ik ben gisteren me helemaal lek geprikt ondertussen. Oké, de bomen zijn veilig. Hoezo is het klein? Luister eens hier, als hij ondertussen Turks met Duits gaat vergelijken en Italiaans met Engels, dan kunnen wij ook muizenhuis vergelijken met een reuzenhuis. Ja, dat is niet zo grappig. Toch? Ik denk dat dat wel een goede plek is. Ja, we gaan ervoor. Gewoon doen. Er moet een muis wonen, dus nee, ruimte genoeg. Oké, we hebben dus de plaats neergezet. Laten we dat maar eens eventjes gelijk even aan Tom Nook even doorgeven. En misschien dat deze boom ook moet gaan. Nou, hij geeft geld. Hij huilt al muntjes. Deze bomen hebben echt zoiets van... Nee, laat ons met rust. Nee, jawel. Ik kijk echt zoveel muntjes hierin. Oké, de eerste de beste die een wespennest dropt, die gaat. Gisteren was natuurlijk geen enkele die. Oh, dit is nice. Oh, dit is nice. Hoi, teddybeertje. Grappig is trouwens, dit is het geldboompje van... Oh nee, is dat niet het geldboompje? Nee, volgens mij is dit het geldboompje. Ik weet niet meer. Hallo. Nee, dat is een appelboom. Vol met appels. Kom hier. Kom hier, het is vandaag vlindertocht. Hans van der Vlinder. Ja, deze bomen hebben ondertussen wel door, die staan veilig, weet je wel. En nou dat ik daar heb gezegd... Oh, valt mee. Het valt mee. Nou, ik heb zoiets van, laten we alvast even de bomen checken. We staan hier naar boven toch, weet je wel. Dat is gewoon nog een gigantische knip voor YouTube. Ah, Teddy, fijn dat het goed gaat met je. Daar ben ik blij om te horen. Vind ik wel altijd een van de belangrijkere dingen. Ik moet zo dadelijk gaan werken helaas, dus ik heb vandaag niet al te veel tijd. Maar wel genoeg tijd om de daily routines en zo te doen, dus
Dat is altijd fijn. En voor de daily YouTubes en zo. Ik zou trouwens wel een beetje af en toe onkruid even weghalen als ik dat tegenkom. Ik denk eigenlijk wel dat dat een hele mooie thumbnail zou zijn voor vandaag, die Peach locatie. Ik denk dat ik daar dadelijk nog even een screenshotje van ga maken. Een goedemiddag. Waarmee kan ik jou helpen, teddybeertje? Teddybeertje, waarmee kan ik jou helpen? Zeg het eens. Doe het eens vertellen tegen Stevie. Waarmee kan ik je van dienst zijn? IJzerklompjes nodig. Als je ijzerklompjes nodig hebt, vergeet niet dagelijks tegen je tegen stenen aan te slaan. Wat ook heel handig is om te weten... op het moment dat je tegen de stenen aan hebt geslagen. Je kunt dus meerdere malen tegen je stenen. Ik ga dadelijk een trucje laten zien. Hoe dat je het meest efficiënt ijzer op je eigen eiland kan halen. Dit kan één keer per dag. Wordt in de daily routine. En mocht je die daily routine al gedaan hebben. Dan zou je altijd nog naar een ander eiland kunnen gaan. Via de miles tickets. En dan zou je daar ijzer kunnen halen. Op zich best wel makkelijk. Weet je wat, we geven nou al gelijk eventjes hier een demonstratie. Jongens, is dit dadelijk de munt? Hoeveel gaan we gokken tot dit de muntensteen is? Dat heb ik gedaan, alleen een van mijn vrienden heeft mijn stenen gesloopt. Nou, stenen die respawnen over de tijd wel weer. Dus dan zou je altijd dus een miles ticket kunnen gebruiken. Want dit is een hele efficiënte manier om alles uit je steen te halen. En inderdaad, dat is best wel gemeen. Dat is gemeen. Hé, ik zet 100 in. 1000 klingels, wat? Oké, nou dan mogen jullie dat... mogen jullie dat straks eventjes, vuurengeltje Mario, mogen jullie dat straks eventjes afkomen leveren? Want ja, dit is dus niet de money. Dus ja, ik zet het op jullie rekening. Nee, maar stenen die komen uiteindelijk wel weer terug. Dus ze komen, hou je eiland goed in de gaten, er zullen echt wel nieuwe stenen. En ja, ik ben niet degene die hier graag zich mee bemoeit. Maar ik geef als advies... Doet hij dat vaker en je hebt hem al aangesproken dat niet te doen? Ja, misschien is het dan tijd om te zeggen van... Sorry, maar dan is mijn eiland niet meer open voor jou. Oké, deze kersenboom... Die is nou een kers kwijt, omdat... Ja, oeps. Dat was niet handig. Hey, nog een star fragment. Star... En daar hebben we onze meubel, een bidet. Wat de neus is nou weer een bidet? Ik zit hier met een heel raar gezicht naar te kijken, jongens. Juist, ja. Geen commentaar. Misschien een leuk welkomstcadeau voor Cheddar. Ach, hemel. Wat een luxe zeikbak. Dat is Spaans. Ik veel. Hier daar je pips mee schoonmaken. Het scheelt weer zijn papier.
Wauw, jongens. Just wauw. Ik heb een hek om een knol heen gebouwd, ja. Nou, volgens mij heb ik dat de YouTubers ook niet laten zien. Dan wil ik wel eventjes aan de YouTubers ook even meedelen. Trouwens, YouTubers, ik weet niet of ik dit al een keertje had laten zien. Maar ja, ideale manier om je knollen te beschermen. Op het moment dat je dus mensen online gezelliger bij hebt. Dan weet je zeker dat ze niet bij je knollen kunnen komen. Oh boy. Well, that means that tree has gotta go. Wacht eventjes. Ontvang Miles voor 5 keer stenen te slaan. We hebben geen 5 keer bonus vandaag, helaas. Maar ja, aan de ene kant alleen maar goed, want ik heb vandaag niet echt daar veel tijd voor, dus... Plant bloemenzaadjes, vang een veenmol. Veenmol? Nee. Dat doen we iedere dag al, want dat is onze daily routine. Een serpeling. Die zou wel te vangen moeten zijn. En planten water geven, dat valt ook onder onze daily routine. Maar is er hier iets bij gekomen dan? Nee. Cadeautje! Cadeautje, 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 cadeautje! Cadeautje, cadeautje, cadeautje! Cadeautje, cadeautje! Katapult, dan komt er nog meer cadeautjes. Oké, jongens, remind me dat ik zo snel mogelijk dadelijk weer een katapult maak, want anders gaat het fout. Picknickmand. Ik weet waar ik die ga plaatsen. Coco. Coco, ik heb een cadeautje voor je. Ben je hier nog steeds? Zit je hier nog? Wacht eventjes, als ik hem nou... Maar ik kan zo niet een meubel plaatsen. Dat is anders. Silvino, Silvino 11. Welkom bij Team Eevee. Bedankt voor de follow. Zo neer. Ik denk dat hij leuker is als cadeau te geven aan Coco. Aangezien dat Coco is echt een buitenpersoon, dus... Ik denk dat we dit gewoon een cadeau geven. Als we er tegenkomen, dan geven we Coco wel... Dat is wel zo leuk. Even kijken, dit hebben we allemaal gedaan, dus... Ik weet niet meer wat ik van plan was om te doen. Teddybeertje! Welkom bij Team Eevee, dankjewel voor de follow! Nou ja, aan de andere kant zullen we ook even onze inventory een beetje verder kleren, maar... Nee, ik ben nog bezig met mijn daily routine. En het wespennest ligt daar nog steeds. Whoops. Hey, Tank! Zit jij daar nou met een lolly in je hand? Dat is niet echt energiek, Tank. Yo, ben je wezen trainen, Klabam? Jazeker, Tank! Laten we even babbelen. Let maar niet op mij. Ik zorg dat het veilig blijft op liefheid. Ik ren een paar wagrondes per dag. Ja, Tank, je ziet er heel erg intimiderend uit met je roze lolly. Dus... Well, have fun with that. I suppose. Ja, Tank. Ja, Tank. Tank, luister. Ik bedoel, ik heb daar geen problemen mee dat je nou bij die bomen allemaal neer gaat zetten, maar... Ik moet die bomen ook nog controleren op zooi. Ken ik ook niks aan doen. Het is nou eenmaal daily routine. Ken ik niks aan veranderen. Ik heb de vrouwelijke Tank op mijn eiland genaamd Bertha. Oké. Okay. Ah, leuk, denk ik. Hoop ik. Oké, okay, nou daar hebben we in ieder geval alles gehad. Hé, hier hebben we er weer eentje. Gelijk even weer meenemen. Oh. Dat zou nou heel erg grappig zijn als dit daadwerkelijk de steur is. Ik bedoel, ik heb hem al. Maar het zou grappig zijn.
Nope. It's one of those days I have to break everything. Heb ik genoeg stokjes bij me? Ja, oké. IJzer, ja, ik heb net ijzer opgepakt. Ja, ja, maar we staan er toch al bij een crafting ding, dus... We maken het even zo snel mogelijk, waarom ook niet? In ieder geval, teddybeertje, ik hoop dat je iets aan de tip hebt. Oké, okay, katapulten maken met mijn hardhout. Daar hebben we nog wel genoeg thuis liggen. Dat is geen enkel probleem. Oh, sorry, ik kan het niet laten. Ik zie een redelijke schaduw. Ik moet! Mijn instinct zegt dat dit goed is! Hoezee! Een baars! Jee. Wacht even, zag ik daar nou weer een... Yup. Een starbit. Jongens, we hebben gisteren zoveel lol gehad met hoezee een baars. Dat was gewoon echt hilarisch. Hoezee. We moeten trouwens ook nog steeds eventjes kijken wat de achtergrond-items zijn. Maar dat doe ik dadelijk weer voor YouTube wel eventjes op focussen. Ik heb daar zoiets van, we hebben inventory space nodig. We hebben ook zoveel kleding gekocht ondertussen, hè. Dit eigenlijk. Oké, weet je wat? We knippen nou even gelijk op voor YouTube. Wat is dit? Dat is een scheidingswand. Oké. Okay. Kan ik hem dan tussen Tammy en mij inzetten of zo? Deze aan Tammy. Nee, Teddy is geen kat eigenlijk, maar goed. Een kattenbak. Ik wil een kattenbak. Ik weet niet waarom, maar ik wil een kattenbak. Als er hier een kat komt... Een kattenbak geven aan Cheddar als welkomstcadeau. Een kattenbak geven aan Cheddar. Ik ben zo gemeen. Niet grappig, jongens. Oh, gaat Cheddar dan kattig worden? Maar Tammy is een beertje. Oh, I don't want to mess this up. Ideale welkomstcadeau voor Cheddar. Kijk eens, een kattenbak. En nou niet kattig gaan doen, hè? Oh, oh, oh. Ja, dat in een brief schrijven. Oh. En daar een screenshotje van maken. En dat dan ook voor YouTube, weet je wel. Ik zeg van, nou jongens. Voor Cheddar. Kijk eens, Cheddar. Een welkomstcadeautje. En nou niet zo kattig gaan lopen doen, hè? Oh, we zijn wel gemeen. Maar wel gemeen. Ja, Tammy is wel kattig op een leuke manier, inderdaad. Vooruit dan. Maar waarom moeten we Tammy dan een kattenbak geven? Die heeft laatst heeft er nog een nagellak set gehad. Ik heet eigenlijk Sivani, maar mijn bijnaam is Teddybeertje. Nou, het grappige is, ik ken niet iedereen zijn naam onthouden. Dus daarvoor ga ik gewoon voor de Twitch-naam. En ja, de Twitch-naam bij jou is Teddybeertje, dus daarom noem ik je Teddybeertje. Nee, dan vind ik de kattenbak vind ik een leuker idee. Monies! En ik sta dit keer goed gepositioneerd. Niet dezelfde flop die ik gisteren maakte. Oh, dat was gewoon echt pijnlijk.
Waarom krijg ik mijn laatste niet? I just had to open my mouth. I just had to say it. I just had to open my mouth. And I had to say... Ja, vandaag staan we wel goed gepositioneerd van de Money Rock. Oh, dan gaan we helemaal niks mis. La 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 la. Soms haat ik mezelf. Tarbit. Nou, mijn Twitch-naam komt heel dicht bij mijn echte naam. Mijn echte naam is namelijk Stefan. En ja, iedereen die noemt me Stevie, omdat... Ja, ik heb een... Mijn lievelings-Pokémon is Eevee. Ik ben altijd op heel veel plekken de Eevee-trainer. Op conventies ben ik de Eevee-trainer. En mijn huis zit ook daadwerkelijk vol met Eevees. Geen grapje. Dan heb ik nog liever een baars. Oké, deze is meer waard, maar ik heb liever een baars. Dan laten we deze ook maar gelijk even meenemen. Waarom ook niet? To-do list. Cheddar en kattenbak geven als welkomstcadeau. Jongens, maar echt serieus. Een Sibaas. Hoezee. Toch hartstikke grappig. Is toch handig? Je zag vlinders. Ja, maar ik zie... Kijk, die kleine vlindertjes, weet je wel, die ga ik niet vangen in verband met inventory space. Kijk, deze bijvoorbeeld hier. Dat is een citroenvlinder. Is niet echt nodig. Dankjewel, Wolf. Ja, een wolf wil ik eigenlijk in mijn city hebben. Oh, zo. Oké. Ik dacht dat ik vlinders miste. Kijk, zoals hier. Nou ja, ik ben ook heel erg nieuwsgierig welke dieren, of ja, welke insecten en vissen er morgen bij gaan komen. Want ja, morgen is het natuurlijk... Haha, Dijenkletser 1 april! Bonnie! Coco! Ik noem je weer Bonnie. Ik weet niet waarom dat je Bonnie noemt, serieus! Coco! Ik heb iets voor je. Ja, maar ik heb iets voor je. Ja, ik wil iets aan je geven. Waar is de picknickmand? Waar is de picknick? Picknick. Ja, kijk eens, een picknickmand. Een picknickmand? Weet je het zeker? Ja, natuurlijk weet ik het zeker. Dankjewel, ik ben al een tijdje op zoek naar iets. Weet ik. Ik denk dat deze heel goed in mijn woning zal staan. Ik wil je vrijgevigheid graag belonen. Alsjeblieft, een zijden shirt. Normaal gesproken zijn de kledingstukken die ik van jou heb gekregen best wel... Nou. Ik vind hem wel gaaf. Daar is niks mis mee. Coco, ik vind hem leuk. Ik sta ook gereed als jij een 1 april grap gaat maken. Nou, het probleem is, ik moet morgen gewoon werken. Eerder als vandaag zelfs. Dus, de kans dat ik zo'n grap ga maken... Nee, die vind ik ook niet. De kans dat ik echt een 1 april grap kan maken, die is... heel erg klein. Hoi. Hallo, Nicola. Is het Nicola of Nicoala? Ik zou zeggen Nicoala, dat het een hele mooie pun is. En welkom van de dankjewel voor de follow, Nicoala. Oh ja, jongens. Ik heb het nog niet laten zien, maar... valt er iets op?
Het grappige is, hij is ook daadwerkelijk door die emotiecon geïnspireerd. Het enige wat ik veranderd heb is het mondje. Ik vond het mondje niet mooi en die vond ik echt wel een beetje, die moest meer in een... Ik bedoel, we zitten in Leafside. Wat verwachten jullie? Dus, ik heb hem helaas niet echt... Sorry. Bij Coco zijn ze te vinden, hoor. Wil je misschien een papa panda? Ik heb er twee. Volgens mij heb ik heb één beertje gevonden en dat was de mama beer. Ik vind het wel heel erg lief, Nick Koala. Alleen helaas heb ik daar vandaag niet echt de tijd voor. Ik heb vandaag de daily routine en daarom moet ik echt naar mijn werk. Dus we hebben een Discord groep. Daar kun je altijd gezellig bij. Daar hebben we ook een speciale tab voor Animal Crossing. Ik moet nog even kijken wat de knollen waard zijn. Maar dat kan dan zeker wel een keertje goed komen. En misschien heb ik dan ook wel iets leuks wat jij weer leuk vindt. Dus hey! Als we daar onze grote vriend Broccolo niet hebben. Volgens mij krijg jij er een muisvriendje bij. Hoi, het is mij, Broccolo! Heb je nog nieuws? Leafside is best klein, maar gelukkig niet zo klein dat de zeemonster het kan opslokken. Er is iets mis met jou, Broccolo. Echt. Moet ik jou misschien... Wacht eventjes, Broccolo! Ik ben super slaperig, hoe gaat het met jou? Ik heb iets voor je. Change of plans. Oh, krijg ik iets? Ja. Kijk eens, een kattenbak. Voor jou. Wauw, dat meen je niet. Een kattenbak. Nou, bedankt maatje. Dit is nou typisch iets wat ik gaaf vind. I guess. Maar dat wist je al, of niet dan? Gaaf hè, nieuwe meubels zijn zo gaaf. Ze ruiken lekker fris en zitten niet onder de kruimels. Broccolo, heb je enig idee wat ik je letterlijk gegeven heb? Heb je echt enig idee? Kijk, een nagellakset. Speciaal voor jou. Oké, nee, dit is gewoon een troll terug. Dit geeft hij als troll terug. Nee, ik wil niet meer praten. Nee, ik wil niet meer praten. Hoi, dat was alles. Ik wil ja. Bam! Op je neus! In april is morgen pas. Demi, ik heb een tweede nagellakset voor je. Ik ga gewoon morgen aan mijn zus geven, weet je wel. Mijn zus die doet ook nooit iets met nagellak of iets, dus. Ik weet niet, maar morgen gaat wel de Easter update trouwens in, jongens. Daar kijk ik ook eigenlijk best zeker wel naar uit. Had ik deze nou gedaan? Ja, maar deze nog niet volgens mij. Eén van die twee had ik nog niet gedaan, dat weet ik zeker. Hij is zo snel afgeleid. Als 1 april cadeautje dat aan Cheddar gaan geven. Cheddar, je wil niet weten in wat voor een wereld dat je terecht bent gekomen. Nou ja, ik ga gewoon heel even kijken of volgens mij had ik die... Oh, die heb ik nog niet gedaan. Nou ja, krijgen we hier niet de volledige map uit, maar... Who cares? In ieder geval, ik denk dat we... Nou ja, we missen nog één klein... Oh nee, niet dat weer! Nee! Oh mijn hemel, nee! Just nee! Maar nee! Gewoon nee! Nee! Niet weer die snol! Nee!
Heel slim nog, jongens. Verkoop je kersen niet bij mij, want echt serieus, dat is het niet waard. Kersen is mijn main eiland voor, dus daar wil je je kersen niet verkopen. Ja, klei wil ik wel bewaren, volgens mij. Ik denk dat ik gewoon heel eventjes een heleboel in mijn storage moet gaan dumpen, want... Ja, ik heb veel zooi bij. Nee, mijn katapult moet ik nog eventjes gaan maken, inderdaad. En dat brengt mij bij het volgende... Nou, trouwens, Ik heb een idee. Volgens mij heb ik een idee. Super Shady! Wat is hier gebeurd? Wat een schavuit! Laat hier al die rommel achter! Ik wil mijn vogelhuisje ook meenemen. Ik wil mijn crafting benchje ook meenemen. Mij... Oh, we hebben nog een oranje gekregen. Oké. Leuk. Ik wil de hele tijd koken. Ik denk de hele tijd tot Coco's huisje mijn huisje, terwijl mijn huisje hier staat. En weet je wat het allerergste is? Ik heb nog steeds twijfels ook over deze plek. Maar aan de andere kant, hierbij een waterval kunnen zitten. Oh, ik wil hier eigenlijk een hekje maken zo. En dan, ja, oh, ik heb... I have... Ik ben er ook altijd om te helpen, maar dat wisten weten de meesten al waarschijnlijk. Ja, dus waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk. Niet zeker, maar waarschijnlijk. Oké, nou, laten we zelf eventjes een heleboel zooi even in onze inventory gooien. Zijde shirt mag in de opslag. De baret mag in de opslag. De bril mag in de opslag. De fossielen die moeten we dadelijk wegbrengen. Nagellak set mag in de opslag. Scheidingswand mag in de opslag. Deze die gaan we dadelijk beluisteren. Bonjour t-shirt mag in de opslag. Een optrekrek, die is leuk voor tank. Matrozenpet die mag in de opslag. De gilet mag in de opslag. De fossielen die daar... Ja, kleihompen hebben ook niks aan. Hier hebben we niks aan. Hier hebben we niks aan. Kersen. Gereedschapswagen, die mag even in de opslag. Hangmat. Nee, die plaats ik later. Die plaats ik later. Daar hebben we nou niet echt... Ik heb nou geen tijd voor modieus te kunnen zijn, helaas. Dus... Ja, maar daar heb ik hard hout voor nodig, dus moet ik eerst mijn storage in, Mario. Die mag ook in de opslag. En de kersen mogen ook allemaal eigenlijk in de opslag. En trouwens, de ijzerklompjes mogen ook allemaal in de opslag. Ik serieus, een laarsje mag in de opslag. Maar kijk hoeveel ruimte dat we in één keer hebben, jongens. Hebben we ergens steen voor nodig? Nee. Eens even kijken. Kijk, hier heb ik hem toevallig. Mama weer! Ik vind hem wel grappig eruit zien eigenlijk. Ik vind het nog steeds een apart ding. Ja. Storage begint een beetje vol te raken met kleding, jongens. Nee, ik mis nog inderdaad één fossiel. Die moet ik nog even vinden. Maar dit was heel eventjes... mocht er een cadeautje voorbij vliegen, is het altijd wel handig om een katapult te hebben. Dus, goed.
kan deze gewoon even aanlaten. Mooie muziek. Geweldig. Past bij alles. Oh jongens, ik begin echt de tijd zo bijna te raken. Goed. Even een beetje... We gaan eerst even naar Tom Nook. Dat is even het belangrijkste. Nook Nook. Wat had trouwens dit ding te melden? Wie wat bewaart, die krijgt wat. Wauw, 3000 miles. Well, smiles go for miles. Maar ja, aan de andere kant misschien ook wel even... Weet je wat, laten we eerst eventjes op zoek gaan naar de laatste fossiel. Hebben we het alvast gehad. Dus, insert, Benny Hill music hier. Noet. Kijk even de kokos. Oh, kijk hier nou. Heel veel... Oh, kijk nou toch eens ons zelfgemaakte ontwerp wat weer aangespoeld is. Ook één keer per dag. Hoort ook bij de daily routine. Ik heb geen idee wat we nou weer kunnen maken. Sahara later. Geen interesse. Je bent lelijk. Je verkoopt alleen maar troep aan mij. Ja, zij is echt super shady. Ah, daar hebben we hem al gevonden. Een fossiel! Oh, wat leuk. Laat ik even deze ook meenemen. Ik bedoel, dit is eigenlijk onze harvest waar ik dus ik weet niet hoeveel money's aan ga verdienen. Peachy, ain't it? Hi, ik ben net klaar met streamen en kom nu hiervan genieten. Thomas, gezellig. Al die konten vlakbij agent S. Ja, misschien had ik agent S maar die kattenbak moeten geven. Nee, misschien moet ik die inderdaad... Agent S inderdaad in de konten schoonmaker. Agent S, echt serieus. Wij denken zeker dat dit wel bij je naam past. Ik serieus jongens, dat ik nooit een agent ga worden, want dan zou ik ook een agent S zijn. Maar goed, in ieder geval, wij hebben nu in totaal de 36 peaches. Dat gaat een hoop geld opleveren. Oh, sorry. Klingels. Maar ik moet ook nog eventjes daar de plantjes even allemaal water gaan geven. Oh. Volgens mij hebben we een paarse bloem, jongens. Roze. We hebben roze bloemen nou. Interessant. Agent Stevie. Dun 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 dun. Nee, jongens. Als ik een agent zou zijn, dan zou ik een hele andere teamsong hebben, hè. Agent Stevie. Dun, 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 dun.
Dun-d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 un-
Jongens. Nee. Wist je dat 1 klingel ongeveer gelijk staat aan 13 cent in real life? Thomas Noord, wij hebben eigenlijk een beetje ontdekt dat het eigenlijk een beetje vergelijkbaar is met 1 eurocent. De reden hiervoor is als je gaat kijken naar je Switch. Je Switch kun je nieuw kopen voor 29.800 klingels. Oftewel 298 euro, als je dus zou bedenken. Dus, ik denk eerder dat het met 1 cent te vergelijken is. Maar ja, sowieso is dat appels met peren vergelijken, dus ja. Ja, we komen hier alleen maar heel eventjes onze zooi dumpen. De Switch is 330 euro. Ligt eraan waar je hem koopt. Kijk of wat kunnen we allemaal doneren. 3 van de 4. Want dit is... Oh, de nek inderdaad weer. Even kijken hoor. Oké, het zijn 3 verschillende dingen. Dat is ook mooi. Hoppakee. Weet u in ieder geval dat we de rechts gewoon kunnen verkopen? Ik heb je wat gestuurd. Ben benieuwd wanneer je het krijgt. Ooit? In ieder geval, ik zag onze piepen weer afgaan. Dubbele miles daarvoor, die hebben we ook ondertussen al binnen. Ja, plantjes water geven, dat hoort niet echt bij de opname meer thuis. Er is nog 1 ding wat ik in de opname wil doen. En dat is vertellen dat we een huis hebben gebouwd voor Cheddar. Dan ben ik wel blij dat ik binnenkort weer even snel moet gaan editen. In verband met dat ik nou alweer een beetje de stem van Cheddar... Ik weet dat hij een beetje zo praat, maar... Ah, Stevie, hallo. En, heb je een plek gevonden waar je een nieuw huis kunt bouwen? Zeker. Ah, dat is goed om te horen. We willen onze klant niet laten wachten, dus ik zal als een gesmeerde bliksem met de bouw gaan beginnen. Onze nieuwe vrienden moeten hier natuurlijk zo snel mogelijk een leven kunnen opbouwen. Dat zijn we aan het denken. We kunnen niet voorspellen wanneer hier iemand naartoe wil verhuizen. Elke keer hals over de kop een stuk grond te zoeken is ook geen slimme manier van zaken doen. Ah, ja, natuurlijk. Om de infrastructuur te verbeteren moeten we stukken grond van tevoren afzetten en te koop zetten. Ik moet een klein bedrag in rekening brengen, maar... Welkom Booba aan YouTube bij Team Eevee. Maar als we een koper vinden, verdien je miles. Ik hoop dat je kan blijven rekenen, Stevie. Moet ik daarvoor gaan? Laten we eventjes een ceremonie hebben. Oh, wil je deelnemen aan de ceremonie? Er is op dit moment zoveel te vieren. Wat een prachtige tijd om op een eiland te wonen. Welke is opening ceremonie? Die van de klimmakerij natuurlijk! Uitstekend. Laten we dat maar eens even gelijk gaan doen. Coco is er niet bij. Waarom is Coco er niet bij? Even zien. Welkom bij de openingsceremonie van de kleermakerij. Dank jullie wel. Dankzij de inspanning van iedereen groeit liefheid in een rap tempo. Ja. Coco staat achter een boom. Oh ja, Coco die staat achter de boom. Die boom has to go. Die moet echt een stuk naar achteren. Het is echt gewoon belangrijk dat die boom naar achteren gaat. Oké, Coco is er gelukkig wel bij. Jongens, dames, heren. Kunnen jullie heel eventjes je klep even houden? Dank je. Dames, jullie de heer. Dankzij jullie zijn we in staat om ons prachtige winkeltje te openen. Mijn zus Sebel en ik gaan hard werken om er een geweldige zaak van te maken. Kom dus vooral langs. Ja, kom vooral een keer langs. Mabel. Sebel, ik wil jullie allebei van harte bedanken. En dan geven we nu het woord aan iemand die een grote bijdrage aan de bouw van de klimmakerij leverde. Ja,
Hou je gang, Stevie. Ons allerreinigste eiland. Woordvoerder. Het enige wat ik heb gedaan is een locatie aangewezen. Meer heb ik niet gedaan, hoor. Wil je nog iets toevoegen, Stevie? Woehoe! Ja, ja, inderdaad. Woehoe. Bedankt voor je hartverwarmen en bemoedigende woorden, Stevie. Laten we met z'n allen deze ceremonie tot een einde brengen. Zoals altijd, maak een foto als je een foto wil maken. Ontspannen klaar! 1, 2, 3! Ja, ja, nou goed dan. Here we go! Met goede hoop op de groep van groei van liefheid en ter ere van de kleermakerij. De klerenwinkel. Hoera! Bedankt allemaal. Tot zover deze ceremonie. Wel thuis. Doen we eraan denken, jongens. Nou, trouwens, ik kan beter een kokosnoot eten. Even gelijk, sorry tot het be... Echt, hè? Ja, maar dat is toch leuk. Ik vind dat een hele leuke toevoeging eigenlijk. Waarom heb ik dit nog niet opgeruimd? Stevie, dat is super slordig. Foei. Stoute Stevie. Is dit trouwens een gewone boom? Dit is een gewone boom en dat is een kersenboom. Hier hoort gewoon een kersenboom te staan. Kersenbomen heen. Goed zo. Nu hebben we een kersenboom hier. Welke steen staat in de weg? Deze hier? Nee, joh. Ah, ik zou één steen wel eventueel kunnen doen. Ja, dat is trending hier in Leafside. Ik bedoel, dat scheelt ons weer werk, snap je? Dus, ja. Oké, nou in ieder geval als je hem echt perfect wil planten. Even kijken hoor, want hij zit er één blokje vandaan. Dus dan moet ik echt hier zo mooi staan en dan hier planten. Bof! Ja, dat is beter. Veel beter. Gaat er weer iemand achter een boom staan verder. Ik vind die steen best wel meevallen. Ja, jongens, goed in beweging blijven. Kom op. Hup, met die beentjes. Goed voor de tintjes. Zo gaat het goed, zo gaat die meter alweer een hele meter. Noek. Wij willen nog even een extra ceremonie hebben. Tuurlijk. Allemaal bij mijn huis. Feestje bij Stevie, jongens. Wauw! Wat is dit voor een mooie angle! Even zien. Welkom bij de openingsceremonie van de brug. Yay! Dankzij jullie deze brug mede mogelijk gemaakt door Tom Nook. Of door de Nookhoek. Dankzij de inspanningen van iedereen groeit liefheid in een rap tempo. Ja, ja, dat zeker. Ik hoop dat we grote stappen blijven maken om de kwaliteit van ons dierbare eiland te verbeteren. Yay. En dan geef ik nu het woord aan degene die enorm heeft bijgedragen aan de bouw van de brug. Ik heb het natuurlijk over onze eilandwoordvoerder, Stevie. Oké, wil je nog iets toevoegen, Stevie? Sowieso, ik heb niet alleen de brug gedaan. Mario die heeft meegeholpen, Suzy heeft meegeholpen, Vuurengeltje die heeft meegeholpen, Musical Memoirs die heeft meegeholpen. Dus heel veel... anders nog iets... Nou, sorry hoor, maar die hebben het allemaal gedaan.
De brug is gesponsord door Raid Shadow Legend? Nee, nee, totaal niet. Totaal niet. Ja, Coco is dit keer heel goed in beeld inderdaad. Daar ben ik wel zo blij over, maar we zijn geweldig. Woehoe. Dit keer heb ik een beetje medelijden met Broccolo. Nou, hartverwarmende woorden. Hartstikke leuk. Laten we met deze ceremonie tot een einde bijna. Wil je een foto maken? Doe dat maar. Nou, goed dan. Met goede hoop. Hoera. Bedankt allemaal. Tot zover deze ceremonie. Wel thuis. Jongens, zijn jullie nog steeds bezig over die kokosnoten? Luister, Leafside die heeft unieke kokosnoten. Kokosnoten die je met schil kan eten, die al gerijpt zijn voordat ze volgens jullie rijp zijn. Wij zijn gewoon, we hebben unieke, wij hebben echt super heerlijke kokosnoten. Sommige die smaken zelfs naar cheddar. Ik bedoel kaas. Ik bedoel... Heb ik nou net gezegd dat er een kokosnoot naar een van de bewoners... In ieder geval, even kijken. Want volgens mij hebben we nou bijna alles gedaan. Wil ik al voor die extra heuvel? Nou, ik vind dat een extra heuvel best wel een dagje kan wachten. Maar ik wil toch wel eens heel eventjes weten... Wat kan ik nu doen? Want Tom Nook had het erover van tot er meer huizen gebouwd moesten worden. Maar kan dat nu al een moment? Ik moet je weer even storen, Tom Nook. Ik weet dat je met fitness bezig bent, maar... Als we hier meer bewoners krijgen, denk ik dat het eiland steeds bekender zal worden. We moeten zorgen dat iedereen naar Leafside komt. Versteld zou staan van ons eiland. Ik wil je vragen om wat werk te doen. Onkruid weer de bloemen planten of buitendecoraties planten. Dat zou ons enorm... Oké, dus... Ik weet niet hoe dat ik dan mee kan bijdragen aan... Moet ik dan bij de killing? Nou ja, sowieso hebben we nog niet naar onze dagelijkse Nook-catalogus gekeken. Dus laten we dat eens even doen. Wat zijn vandaag de speciale... de muziek van wandelen. Muziek die koop ik altijd. Dat is echt een van de dingen die we ook zeker wel mee hebben. Waterschoentjes. Kikker-t-shirt. Ik weet dat dit een heel erg bekend item is van. Dus die ga ik zeker kopen. Wasrek, die heb ik al cadeau gekregen. Eenvoudige pet vind ik niet echt mooi. Oeh, die ziet er ook wel gaaf uit. Koop hem. Sportief rokje. Nou, ik vind die waterschoenen vind ik ook leuk. Die wil ik. Nou ja, ik kan wel eventjes weer 50.000 aan klingels even aflossen. Waarom ook niet? Langzaam maar zeker. Ik heb altijd even wat geld, mocht ik inderdaad een brug of een heuvel ergens toch willen maken. Thomas, dat heb je inderdaad al eerder verteld. Toen zei ik al tegen je dat een ongeveer een vergelijking 1 cent is. eens even kijken. Nookmaals inwisselen. Wat kunnen we hiermee? Klingelbon, is hier iets leuks? Deze vind ik belachelijk. Oh, ik vind niks. Eens even kijken. Willen we een... Weet je, ik zat eigenlijk al na te kijken. Dat lijkt me echt hartstikke leuk om te kunnen maken. Maar volgens mij heb ik die al. Blijkbaar niet. Anders nog iets. Die is ook gaaf trouwens. Ik wil dit nog liever heel eventjes bewaren totdat we dadelijk weer... Tot we in ieder geval maals in overvloed... We hebben een suikerspinkraampje, jongens. Roze en zwarte lelies. Nice vuurengeltje. Queen660, welkom bij Team Eevee. Dankjewel voor de follow. Tank! Ook hoi.
Maar goed, in ieder geval, ik denk dat dat eigenlijk een beetje alles wel upsumpt voor vandaag, wat we vandaag... Oh, we hebben post. Hè? Oh, van Violet Fire. Dear Stevie, kan jij raden wat mijn favoriete kleur is? Anyway, een kleinigheidje van mij. Jouw favoriete kleur. Violet Fire. Ik denk dat jouw favoriete kleur violet is. Gokje. Dus even kijken wat Violet Fire ons heeft gestuurd. Daar ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Even kijken, de lichte schutting die kunnen we gelijk heel eventjes op onze dingen plaatsen. Eens even kijken wat cadeautjes. Regenlaarzen! Wat leuk! Origineel! En waarschijnlijk ook nog eens een keer je favoriete kleur! Denk ik. Oh, trouwens, we hebben nog ook even de postfles. Die hebben we nog niet geopend. Laten we eens even kijken. Hi, in een creatieve bui heb ik dit helemaal zelf aan bedacht. Een echte must-have, zeg ik het zelf. Fantastische ideeën zijn er om gedeeld te worden, nietwaar? Ik wens je heel veel succes. Hartelijke groet, Kitty. Van Hello Kitty, een lage tuinrot. Oké. Sahin, 5. 5. Kom, wereldkundig 5. In ieder geval YouTube. Hierbij moet ik het gaan laten, denk ik, voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie dit ook weer een leuke aflevering vonden. We hebben er dus een nieuwe bewoner bij. Cheddar is erbij gekomen. En voor de rest, ja, we zijn verhuisd. En ik ga dit natuurlijk ook nog heel erg leuk aankleiden. Zodra ik daar de tijd voor heb. Dank jullie voor het kijken. Wil je een keertje aanwezig zijn bij een livestream? Natuurlijk, link staat in de beschrijving. Andere links ook voor de Discord staat ook in de beschrijving. Daarin hebben we natuurlijk onze gezellige community ook nog eens in een keer staan. Zondag dat ik misschien een trade party ga organiseren voor onze Discord groep. Dus dat wil zeggen dat ik met een dodo code dan tot 8 mensen kunnen joinen. Onder bepaalde regels die we dan gelijk natuurlijk opzetten. Zoals niet te disconnecten. Daar zetten wij een veiligheidsdingen op. Maar tot we dus items met elkaar kunnen ruilen. Want dat kan heel erg leuk worden. Misschien dat ik ook wel minigames op voor zondag nog op kan zetten. Durf ik niet te zeggen in verband met mijn drukke werkschema. Maar we zullen het zeker zien. Ik dank jullie voor het kijken. Tot de volgende keer. En ja, nou ja, tot de volgende keer. Jullie weten ondertussen wel tot dat morgen is. Doei!